tweemaal. En normaal. Oké, mijn kak. Deze liefdesbrief, geschreven op papyrus, werd geschreven in het Egyptische alfabet. Hij was bestemd aan de farao van de 18e dynastie in Egypte, genaamd Akhenaten. Deze farao had de bekende koningin Nefertiti aan zijn zijde. Aan de hand van deze brief hebben de archeologen kunnen reconstrueren dat Akhenaten zijn vrouw niet zo trouw was. Hij stuurde geregeld brieven met zijn minares Kia, waarvoor hij ook een tempel liet bouwen. Op een bepaald moment verdwijnt Kia op een miraculeuze wijze en er wordt verondersteld dat de jaloerse Nefertiti haar heeft vermoord na het lezen van de liefde. Deze en talrijke andere liefdesbrieven zijn in een mooi doosje bewaard gebleven en teruggevonden in de farao zijn graf. Wil jij te weten komen welke woorden Kia de dood hebben ingedreven? Dan kan je deze brief komen en we kopen en we starten te bieden vanaf 70 gram. Ja, wij. Ik ga het wel kopen.